Welkom bij Value Jagers Podcast. De podcast over beleggen en goedkope aandelen. Welkom, ik ben Tristan de Blik. Zoals Tim heeft gezegd, de analist achter Tech Value en achter Euro Value. En vandaag, zo meteen, ga ik het hebben over de prestatie van Tech in 2021. U weet of u weet niet dat de Nasdaq 100, dus de 100 grootste techbedrijven op de Amerikaanse beurs, in 2021 vrij goed hebben gepresteerd en 27% zijn gestegen. Echter, er zat wel wat verschil onder de motorkap. Als we eigenlijk gaan kijken naar al die verschillende tech-aandelen, zien we dat Zoom bijvoorbeeld het tech-aandeel van 2020 gehalveerd is, terwijl Nvidia, een gigantisch groot bedrijf dat in het begin van 2021 400 miljard dollar waard was, meer dan verdubbeld is. En toch zien we dat die Nasdaq 27% is gestegen, maar dat is dus niet echt een goede weerspiegeling van de tech-aandelen. En vandaar dat ik nu een statistisch onderzoek heb gedaan en na heb gekeken welke krachten, welke drijvende factoren de performance hebben bepaald van tech-aandelen in 2021, om een beeld te kunnen schetsen van welke tech-aandelen mogelijk overgewaardeerd zijn en welke aandelen er mogelijk ondergewaardeerd zijn nu we in 2022 binnen zijn getreden. Ik heb daarvoor de 1350 grootste aandelen op de Nasdaq, dus de technologiebeurs in de Verenigde Staten, waar ook buitenlandse aandelen op kunnen noteren, genomen. En daar heb ik 306 zuivere techbedrijven uitgenomen. Dus zijn bedrijven die software ontwikkelen, hardware, dus chips bijvoorbeeld maken, en fintechbedrijven. Biotechnologie bijvoorbeeld zit daar niet tussen. 277 van die bedrijven waren ook al beursgenoteerd en op 1 januari 2020, waar ons genoeg tijd geeft om een beetje terug in de tijd te gaan. En heb ik onderzocht wat de relatie was tussen die 277 techbedrijven, hun prestatie, de return van het aandeel, en de waardering die ze toen hadden, of het bedrijf een Chinees bedrijf was, of het bedrijf goed presteerde tijdens corona, tijdens COVID, en met de grootte van het bedrijf. Dus allereerst zagen we dat een hogere waardering gelijk stond aan een lagere return. Dus op de X-as zie je de price to sales. En hoe hoger de price to sales, dus hoe duurder het bedrijf, hoe vaker het bedrijf een negatieve return heeft opgetekend, terwijl de aandelen die goedkoop gewaardeerd stonden, dus price to sales onder de 20, onder de 10, dan zien we dat die vaker positieve return, dat op de Y-as wordt weerspiegeld, hebben op kunnen tekenen. Als we daar de Chinese aandelen mee in kaart brengen, dan zien we op de linker grafiek de return over heel 2021. En dan zien we dat de Chinese bedrijven die in de rood staan, systematisch de allerslechtst presterende bedrijven waren. Dus ook gelijk voor welke waardering dat het Chinese bedrijf had, was het telkens voor binnen hun klasse van waardering het slechtste bedrijf. En dat effect heeft eigenlijk ook blijven aanhouden in kwartaal 4 van 2021. Dat is natuurlijk het gevolg van toenemende macht die de Chinese Communistische Partij uitoefent op de economie. Het tweede, heb ik onderzocht de relatie tussen of het een aandeel een COVID-aandeel is. Dus in welke mate dat bedrijf goed heeft gepresteerd tijdens 2020. In welke mate het bedrijf zijn omzet heeft kunnen doen toenemen in 2020. En dan zien we dat bedrijven die in 2020 goed hebben gepresteerd, die in de rood hier zijn aangeduid, op de linker grafiek eigenlijk systematisch voor eenzelfde waardering lager op de grafiek staan. Dus de bedrijven die in 2020 goed hebben gepresteerd, hebben in 2021 lagere returns behaald. Dat is eigenlijk een effect. Beleggers leken wel te denken alsof het bedrijf dat tijdens corona goed heeft gepresteerd, de prestaties misschien langer zou hebben kunnen aanhouden. En toen dat niet bleek, in 2021 zijn ze hebben staande op beginnen te verkopen. Op de rechtergrafiek zie je dat effect lijkt uitgewerkt te zijn in het vierde kwartaal van 2021. Daar zien we dat de rode bolletjes niet meer continu aan de onderkant van de grafiek hangen, maar dat zij gewoon tussen de blauwe bolletjes, tussen de aandelen die niet per se goed hebben gepresteerd tijdens corona. Tot slot, iets wat ingewikkelder misschien, maar nog een regressie, waarbij ik statistisch heb nagekeken wat nu echt de effecten waren en wat de returns heeft gegeven in 2021. En dan zagen we heel duidelijk dat de price to sales een negatief effect had op het return. Dat de market cap, dus de grotere ondernemingen,
hadden ook systematisch veel betere returns. Dus een grote onderneming die exact even hoog gewaardeerd was en exact dezelfde returns had en niet in China was, hadden gewoon betere returns dan een kleine onderneming, simpelweg omdat het een grote onderneming was. De Chinese bedrijven die exact even goede returns hadden, exact even goede prestaties konden neerleggen en exact even, goed, even hoog gewaardeerd was als een Amerikaans aandeel, simpelweg omdat het een Chinees aandeel was, gemiddeld 78% lager return. En dan ook interessant, naarmate, zoals ik had gezegd, de bedrijven die in 2020 beter hebben gepresteerd, die een hogere omzetgroei hadden, hadden een slechter return in 2021. Terwijl de bedrijven, misschien logischerwijze, die in 2021 sneller konden groeien, hadden een hogere return in 2021. Het effect dreef zich ook door in het vierde kwartaal, waar ons misschien al kan vooruit doen blikken, omdat het vierde kwartaal ligt nu iemand dichter bij 2022. En daar zagen we nog steeds dat grote bedrijven hogere returns haalden dan kleine bedrijven, dat duurder gewaardeerde bedrijven slechtere returns haalden en dat Chinese bedrijven nog steeds serieus werden afgestraft op de beurs. Ook zagen we dat de bedrijven die in 2020 goed hadden gepresteerd, minder goede returns konden neerleggen en bedrijven die tijdens 2021 goed presteren, beter returns konden neerleggen. Dus als we nu kijken, een vooruitblik op 2022, dan zien we dat kleine bedrijven ondertussen veel goedkoper zijn geworden. Dus kleine bedrijven die even goed hebben gepresteerd als grote bedrijven, die dezelfde waardering hadden, zijn toch minder gestegen dan die grote bedrijven. Dus wat hun relatieve waardering nu nog alleen maar aantrekkelijker heeft gemaakt. Er zijn ook bedrijven voorbij het vorige jaar die een lagere waardering hadden, die hebben systematisch een hogere return neergelegd. Ik verwacht ook dat dat zich gaat blijven doorzetten, zeker nu dat de rente omhoog gaat, wat dat toch altijd weegt op bedrijven die hogere waardering hebben. En ten derde, COVID-aandelen, dus bedrijven die in 2020 goed hebben gepresteerd, hebben dat tijdens 2021 heeft zich dat vertaald in lagere returns, maar in het laatste kwartaal zagen we dat dat nog maar 0,1% effect had op het rendement. Dus die underperformance van COVID-aandelen is nu zeer stevig aan het afnemen en het is te verwachten dat tijdens 2022, wanneer beleggers de prestatie van het bedrijf gaan beginnen vergelijken met 2021 en niet langer met het COVID-jaar 2020, dat die underperformance er niet langer zal zijn. En dus dat is zeer interessant voor tech value, maar we focussen toch systematisch op de kleine bedrijven die goedkoop gewaardeerd zijn en die inspelen op die digitalisatietrends, op die trends die daar door COVID een boost krijgen. En dus die aandelen zijn nu alleen maar aantrekkelijker geworden en we mogen verwachten dat die toch beter gaan beginnen presteren dan dat ze tijdens 2021 hebben kunnen doen. Dus 2022 zal wel eens een goed jaar kunnen worden voor het Tech Value Rapport. Dankjewel. Value Jagers podcast. Te beluisteren via de drie grootste podcastplatformen ter wereld. YouTube, Spotify en iTunes. En vergeet niet om onze gratis aandelentip te downloaden via valuejagers.com/podcast. Het is een spotgoedkoop aandeel dat steeds populairder wordt dankzij de sterk groeiende podcastindustrie.